gaan praten met onze volgende gast, Oscar van der Laan. Oscar, jouw bedrijf heet Caxa. Ja. En ja, we maken al uit brandnetels textiel. Klopt. En jij doet het uit koeienmest. Ja, ja, we zijn erin geslaagd om uit de afvalstoffen van koeien, om daar een droge, flexibele vezel uit te destilleren waar kleding van gemaakt kan worden. En hoe kwam je daar zo? Nou, ik was sowieso al bezig met een beetje zoeken naar een creatieve manier van ondernemen. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, samen met een bevriende bioloog, gaan kijken waar hebben we nou eigenlijk veel te veel van. Nou, dat koeienmest eigenlijk. En hoe kunnen we daar nou iets meer uithalen dan alleen die biogassen. Want hoe werkt het systeem? Nou, het komt er eigenlijk op neer dat de plantaardige vezels die koeien kunnen verteren, maar wij als mensen bijvoorbeeld niet, dat die heel sterk zijn. Dus heel bruikbaar, alleen niet flexibel. Maar een koe is zo'n goede machine, die maakt dat flexibel. En ja, we kunnen door een heel systeem van... En dan krijg je een heel proces. Ja. En dan gaan we even naar kijken hoe dat in zijn werk gaat. Kijkt u mee. Ecologisch verantwoord ondernemen in textiel krijgt een nieuwe impuls dankzij een unieke productiemethode. We maken het basismateriaal voor de fabrikage van hoogwaardige textielproducten. Denk hierbij aan kleding, vloerkleden of gordijnstof. The sky is the limit. Caxa doet dit door op een innovatieve manier gebruik te maken van afvalproducten die de natuur ons levert uit haar eigen dierlijke reactoren, namelijk de koe. Via ons VTOP, Vehicle to Product proces, zijn we erin geslaagd om de cellulose houdende droge materie uit koeienmest om te zetten in textielstof voor kleding. Cellulose is een polysaccharide die planten en bomen hun stevigheid geeft. Hoewel dit materiaal onverteerbaar is voor mensen, zijn koeien perfect aangepast om dit harde goedje zacht en bewerkbaar te maken. In een CSTR-reactor wordt de fecale materie gepompt, waar eerst door een turbulent tweefase systeem van water en stoom de zware vezels worden gescheiden van de rest. Vervolgens wordt met behulp van een gasturbine lucht verwarmd tot hoge temperaturen, waardoor astracium vrijkomt. Hierdoor worden de vezels gesteriliseerd en gaan ze recht liggen in de verwarmde lucht. Noodzakelijk, omdat hierdoor dit halffabrikaat in onze spinmachine gesponnen kan worden tot lange draden en verder kan worden verwerkt tot kleding. Dankzij een unieke productiemethode kan de cradle-to-cradle-gedachte maximaal tot wasdom komen en zijn we in staat om een belangrijk milieuprobleem, het mestoverschot, te veranderen in een kans. Oscar, nou, zo, er is voldoende aanbod. De boeren die willen graag van die mest af. Zeker, ja. Van 1000 kilo mest, hoeveel vezels blijven daarvan over? Nou, het komt er in ieder geval op neer dat we vooralsnog voor één trui te breien, om het zo maar te zeggen, dat we daar zo'n 250 kilo mest voor nodig hebben. Ja. Maar daar blijft uiteindelijk, ja, we gebruiken 8% daarvan, is echt werkbaar. En dan is dit de trui? Dit is een van de... Ja. En? Hij ruikt naar de Klazine 13, maar... Ja, nee, nee. Nee, maar serieus. Nee, precies. Het is gewoon... Ja, het is niet van... Niet onderscheiden van... Het is niet te onderscheiden, nee. Inmiddels alleen het proces, ja, dat kost nu nog veel tijd. Maar het is groener dan groen. Dan kan ik me voorstellen dat de afnemers, de textielmensen, de grootwinkelbedrijven, die willen natuurlijk ecologische producten. Dus die staan in de rij. Ja. Maar je zoekt nu nog geld om het... We hebben nu het proces vrij kleinschalig opgezet en we zoeken investeerders die mij kunnen helpen om dat te gaan professionaliseren en op grotere schaal te doen. En nou, er zijn sowieso twee dingen die ik onderscheid. Mens en product voor mezelf. En die mens wil inderdaad steeds ecologischer bezig zijn. En dat product moet betaalbaar zijn. En dat is dit, want er is zoveel... zoveel grondstof, die mest. Dus ja. Maar de staatssecretaris van Landbouw, dat is van huis uit een boer, die moet dat toch zo met jou regelen? Want over hoeveel geld praat je nou wat je nodig hebt om het op te starten? Nou, onze opstartfase heb ik nu begroot op zo'n kleine 4 ton. Maar dat zou het begin zijn. En dan ga je dat produceren. Nou, kan ik me voorstellen dat concurrentie kijkt ook mee. Kijk ook naar dit soort programma's. Heb je het gepatenteerd? Of hoe werkt dat? Daar zijn we nu mee bezig. Maar het is een beetje... ik ben nog in de beginfase. Ik ben nog een klein bedrijf. Ik zeg wel eens, ik heb wel 1,4 miljard werknemers.
Namelijk de koeien, die dat allemaal voor mij hard die aan... Die ondernemingsraad al, wat? Ja, die zitten ook in de medezeggenschapsraad. Nee, ja, maar ik ben nog net aan het beginnen, dus ik moet even zoeken waar de mogelijkheden liggen. Maar je merkt dat de struikrovers liggen op de loer om het van, je af te pakken. Ja, wat ik ook wel begrijp. Want moet je het is ze niet toelaten? Nee, dat zal ik inderdaad. Het is nogal een revolutie, denk ik ook. Want je doet dat samen met een bioloog, heb je dat gedaan? Ja, die is zakelijk niet. Ik ben in principe nu de eigenaar in mijn eentje nog. Maar dat moeten we ook gaan professionaliseren, want het staat in de kinderschoenen nog. Maar je kunt dat wereldwijd produceren. Als je dat echt een grote productie wil doen, hoe stel je dat dan voor? Nou, wat we sowieso willen is die beginstap eerst maken. Kijken of we dit proces wat kunnen versnellen. Want het duurt nu nog heel lang voordat we uiteindelijk hier zijn. Maar uiteindelijk moet het katoen kunnen gaan vervangen. Denk ik. Je gaat het verhitten van mest en met een hydraulisch systeem. Ja. En dan komt er een bruikbaar bestanddeel dat heet... Astracium. Wat is dat? Ja, dat kan mijn bioloog beter vertellen dan ik dat kan. Ja. Maar het komt erop neer, het is eigenlijk een gas dat ervoor zorgt dat die vezel flexibel wordt. Het is een gas wat je in alle ontlasting tot op zekere hoogte vindt. Maar bij koeien mest het meest en daardoor zijn vooral de koeien geschikt. Het is een scheikundig proces eigenlijk. Ja. En duurt dat lang? Ik bedoel... Voordat er zo'n trui... Nee, die trui breien, dat is een kwestie van het garen spinnen. Maar... Ja. Maar het proces om het eruit te distilleren? Daar zijn we nu wel, even nou, zoals we op het filmpje al een beetje zagen... Dat is wel nu een proces voordat er wat draden zijn... zijn we nu wel een kleine week bezig. Maar dat willen we, als dat eenmaal sneller kan, is de sky the limit natuurlijk. Nou, wie weet. Hè? Ja. Beursnotering. Ja, en het is het nieuwe... Kijk, groen is normaal synoniem voor duur natuurlijk. Maar dat is het dit niet. Nee. Oké, nou, we wensen je natuurlijk veel succes. Ik had nog wel één klein dingetje aan te bieden. Nou, laat kijken dan. Aan de eerste. De allereerste. Was van de... Ja, je hebt eerder moeten zeggen, het aangetrokken. Ja, nou, misschien kan dat toch. Van welk is deze? Van de Betsy 13 nog steeds? Nee, ja, dat zou ik niet weten. Maar volgens mij is dit... Het is in ieder geval van een andere dan van deze. Nou, hij heeft en geurloos. Het is meer voor Antoine Baudard, dat kleurtje. Ja, misschien wel. Ja. Maar ik denk dat die u ook heel goed zou staan, denk ik. Ja. Zeg, bedankt. En u ook bedankt. Investeerders die kennis willen maken met Oscar, die zijn uiteraard van harte welkom. U kunt alle informatie vinden op onze site. Een nieuwe onderneming die nog een grote toekomst zal treffen, denken wij.